Dames en heren, van harte welkom op de persbabbel na deze wedstrijd tussen AA Gent en KSC Genk. De twee trainers zitten hier bij ons. Welkom Hein. Dank u. Welkom Mr. McLeish. Please your analysis of today's game. Well, listen, it was a very difficult game for us. We trained well in the week and tactically, we tried to make sure we didn't give Gent a lot of freedom in the last third of the field. But their movement was very good. They have a great understanding, and it was a very, very long game for me in the technical area. Defensively, we defended like lions. We obviously had a little bit of luck, and the two best chances of the game were the penalty and Okriashvili's chance. But the pressure Gent put on us was as tough as I've experienced. You know, but there's mitigating circumstances. We have a couple of young players in the centre of midfield. These guys will grow with experience. Sandy Walsh, not really a midfielder as such, but he did a good defensive job for us tonight. So I have to say that we will take this precious point, and it was a very tough game for us. I don't think some of our better players with the ball did as well as they can. But I cannot fault the team in terms of the defensive display. Okay, thank you, Mr. McLeish. Gaan we even over naar Hein. Ja, Hein, jouw verhaal van vandaag. Er zijn heel de week grijze wolken gehangen boven Gent en omstreken. Te beginnen vorige week met het overlijden van Luc de Vos. Heel de week grijs weer, we hebben geen zon gezien. En dan vandaag, gisteren een beetje, ik dacht oké, het is aan het keren. Maar het is grijs gebleven, want ook vandaag was men niet met ons hierboven. En we hebben er alles aan gedaan. En blijft het grijs. 0-0. Iemand die niet is komen kijken, die zal zeggen voilà, goed dat ik niet geweest ben. En nochtans heeft hij wellicht de beste match van Gent uit vele jaren gemist. Alleen word je daar niet voor beloond met 3 punten, want ik kan niets, maar dan ook niets aanhalen naar mijn spelers toe, wat niet goed was. Ik denk dat wij een fantastische match hebben gespeeld. Fysiek present, tactisch heel goed, ongelooflijk collectief gegeven, goed gevoetbald, veel kansen bij elkaar gevoetbald. Maar dat is ook voetbal, dat gebeurt. En het is spijtig dat ons dat nu overkomt. En dat is niet de eerste keer. Het is zo'n seizoen waarin op dat vlak dat we nog niet echt gediend geweest zijn. En dat we nog niks extra's hebben gekregen. Het ging al heel goed zijn. Hadden we alles moeten krijgen wat we verdienden. Maar oké, we nemen dit mee naar de toekomst en we gaan verder doen. We moeten zorgen dat wij bij die eerste 6 zijn. En dan volk recupereren ook. Want ook dat komt er nog een keer bij. Benito valt uit, ziek. Brecht na 15 minuten valt uit, geblesseerd. Dus... Maar oké, als maar anderen die opstaan en die ploeg blijft draaien. Dus ik ben daar als coach heel tevreden over. En ik ben overtuigd als wij op deze weg blijven verder werken, dat wij bij die 6 zullen zijn. En dan dat we daar wel een woordje gaan meepraten ook. Oké, bedankt Hein. We gaan hier afsluiten wat betreft de uitzending hier in de Gelamco Arena. Volgende thuiswedstrijd is die tegen Standaard. Dat is dan op zondag 21 december. Aftrap op 14:30.